Ja, hè? Ja, lijkt me net muggen. Is het wel iets zeggen? Was het moeilijk om te maken? Een beetje. Ja, hoe heb je het gemaakt? Hoe komt het dat hij beweegt? Ja. Nou, dit is zeg maar een soort motor. Ja. En dan heb je draadjes die aan de batterij vastzitten. En die moet je dan in de motor steken. En dan. Ja. Dus de batterij geeft ze dan energie, hè? Ja. En met die tijd zeg maar, en daarom beweegt het. Maar we creëerden. Stroomkring. Stroomkring. Oh, ik vind ze allemaal heel leuk. Ik vind het zo leuk. En dat staartje wat zo hard blijft, dat het robotje als je energie gebruikt in je staartje, dat hij daar niet meer kan lopen. Zo heb je ook eens mensen die zijn zo druk bezig dat ze eigenlijk niks maken. Omdat ze maar zo druk hebben. Ja. Kan het net niet met jou zo zenuwachtig. En die andere die is zo mooi, dat hij doet die zo mooi is ook niet meer kan lopen bijna. Maar draait. Die is echt aan het showen, ja. Kijk, die andere twee die kunnen zich gewoon bewegen. Die hebben een gewoon uiterlijk en die kunnen gewoon bewegen. Nou ja, ze zijn heel goedjes. Ja. Hebben jullie wel eens die grote kunstwerken van stand gezien van hout? Het zijn hele grote dino's gemaakt en die lopen op de wind. Nee. En ook zo mooi. Ja, die gaan door de. Ja? Ja. Heb jij dat ook toevallig gezien, die huis die van 2D naar 3D ging? Op het water. Dan leek het van de voorkant een plat huis. En dan ging je langs lopen, toen was het meteen een huis in diepte. Ja, dat is